Yo guys, welkom bij weer de derde aflevering van de Legacy of Blood albumvlog van Irradiate. Vandaag gaan we jullie meenemen naar MC The Watcher en de Hardstyle Pianist. We gaan het hebben over de titeltrack van het album Legacy of Blood en de opvolger van Rebel Heart Forever Young. We zijn onderweg naar Tilburg, naar onze vriend Tony, MC The Watcher. Die gaat vandaag de vocals opnemen voor de track. Ja, gewoon even, hij had wel iets vets al gestuurd. Maar even kijken dat we die laatste puntjes op de i gaan zetten. Een paar woorden zinnen nog net wat anders, dat we net wat lekkerder hebben. Een paar kleine aanpassingen inderdaad en dan gewoon final version opnemen. Dus ik ben benieuwd, ik heb er zin in. The Legacy of Blood. Goedemorgen. Kom binnen. Lekker! Hoe ben ik met hardcore in aanraking gekomen? Dat is... Zo, jezus. 1990? Denk ik? Hey, ja, goed. In de happy hardcore tijd, gewoon ja, op school. Iedereen ja, hakken. Maar kale kop gehad, kaal geschoren. Scheermes eroverheen. Mijn eerste Dano shirt gekocht. Ja, zo, dus heel lang. Nee, wacht even, het was een Pingo shirt. En dan daarmee naar school. Ja, vandaar is eigenlijk de liefde altijd gebleven. Ja, wat hardcore. Hoe ik met mijn MC-carrière begonnen ben. Dat begon eigenlijk, ik was barman in de horeca hier in de stad. En daar sprongen we altijd op de bar. Met een microfoon, dan gingen we dansjes doen, bla bla bla, en ook MC'en. En vanuit daar is het eigenlijk geëscaleerd. Naar de eerste hardcore feestjes, ook met housefeesten gehost, transfeesten. Ja, en eigenlijk de hardcore kant op gegaan, omdat het mij toch wel weer beviel. En in 2006 ben ik begonnen, in 2009. Kwam ik eigenlijk bij een feest in aanraking met Outlast. En die ja, daar contact mee gehouden en eigenlijk zo bij MOH binnengerold. En toen kwam Voice of Mayhem. En dat... redelijk. Dus, nou ja, dat was gewoon echt perfect. Waar ken ik Irradiate van? Nou, we hebben met DRS, die benaderde mij voor een track om samen met Irradiate Warriors te gaan maken. Die hadden een hele videoclip in gedachten, een grote show van wilde ervan maken. En daar eigenlijk ja, jullie leren kennen. Wat ik dacht toen jullie mij vroegen voor de titeltrack. Ja, vet. Weet je wat het is? Bij een titeltrack dan zit je eigenlijk de toon voor een heel album. Dus dat moet ook eigenlijk gewoon helemaal de sfeer zijn. Het hoeft niet het hardste te zijn, maar het moet gewoon... Heel het verhaal wat de producer wil vertellen, moet in één track eigenlijk samen te vatten zijn. Dus al zijn verschillende stijlen, van rustig tot wat hij daarna wil doen. Dus het kan alle kanten kan het op gaan, maar het verhaal van het album moet eigenlijk daar ja, staan. Dus ja, hoe vet. Dan ben ik vrij om aardig creatief met dingen om te gaan. Dus niet de standaard handjes omhoog of klappen of weet ik veel wat, weet je wel. Natuurlijk is dat vet. Maar ja, je kunt gewoon een verhaal vertellen in de track. Wat voor gevoel heb ik bij de track? Ja, wat ik al zei over een titeltrack. Je kunt er zoveel in kwijt dat het ja, echt alle kanten op kan gaan. En je bent ook creatiever mee bezig geweest. Dus je hoort alles terugkomen in de track waar je zelf een bepaalde invulling aan hebt gegeven. De producer gaat er dan met zijn eigen invloed overheen en creëert iets compleet anders, maar waar nog wel de essentie van jouw verhaal in zit. Ja, dat is gewoon vet. Dat ja, de track, ja, ik vind het dope. We gaan het nog een beetje fine-tunen. Maar ja, er zit veel, heel veel van mezelf ook in. Gewoon qua flows, qua wat ik al zei van dingen die ik eigenlijk normaal gesproken niet doe. Ja, gewoon, ja, ik vind het gewoon vet. Af en toe zo'n lekkere shiver op je ruggengraat, zo lekker. Zo van, ja, zo'n tinteling.
Dat is een beetje vreemd om te zeggen, maar ja, je kent die tinteling, weet je wel. Het is gewoon zo'n tinteling, weet je wel, zo'n rush. Dat je denkt echt, ja, lekker. Wat zie ik voor me als ik mijn ogen dicht doe en de track hoor? Dat is letterlijk gewoon de mainstage of Dominator of Decibel of weet ik voor wat. Dan voel je het inderdaad opkomen. Dan hoor je mensen ook van oké, afwachting wachten van oké, wat gaat er komen? En dan gaat het op een gegeven moment los. Ja, dat moment dat ze losgaan, dat zie ik voor me. Gewoon, ja. Ik wil het graag zien, laat ik het zo zeggen. Gewoon deze zomer, ja, ben ik benieuwd. Waar ben ik zo al mee bezig? Eigenlijk verschillende projecten naast elkaar. Eén, heel veel met schrijven bezig, ook voor evenementen. Met ja, echt een berg aan tracks. Het probleem was vorig jaar, heb ik al veel tracks gedaan. Alleen iedereen heeft zoiets van, ja, we wachten wel tot corona een beetje voorbij is. Want ja, om nou een track te gaan releasen, daar schiet niet echt helemaal op. Dus iedereen heeft zoiets van, oké, we doen wel rustig aan. Dus er liggen nog heel veel op de plank die nog moeten komen. Zijn er wel een aantal uitgekomen. Nummer 4. Nummer 4, jongen, nummer 4. Dus er komen er eigenlijk nog heel veel aan. Maar ik ben op dit moment ook heel veel aan het schrijven. Er komen vette projecten voor Masters. MOH, 10 jaar op het podium. 10 jaar MOH. 2009 officieel begonnen, maar 2010 op de mainstage. Dus daar ga ik iets speciaals voor doen. Wat nog meer? Ja, ik weet niet of ik dat kan zeggen, maar misschien iets met live dingen. Die komen eraan. Wat nog meer? Ja, echt veel. Veel om op te noemen. Ook voice-over dingen, dat soort dingen. Dus trailers inspreken, dat doe ik al. Die van Armin of Hardcore zou ik ook inderdaad gedaan hebben, alleen. Yeah. Goed. Nou ja, precies. Dus die komen ook nog. Ja, dat is wel een beetje. It is unerasable for the world to see. In the history of the world, leave your legacy of blood. Take a step back. For real, life is not a straight track. Know where you've been to go where you're strong at. Music is forever, so you know we live that. For the world to see. The legacy of blood. Zijn we lekker onderweg naar Zwolle? Yes, onderweg naar Jisk met de hardstop pianist. Ja, is een goede vriend van ons hoor. Echt een toffe kerel ook. De job was super size toen. Even wat biertjes gedronken met hem. En toffe gast. Hoe is dat contact tussen jullie eigenlijk zo goed geworden? Ja, we zijn. Het begint al een tijdje geleden. Toen was bij Dedicated to Hearts, dat dacht ik. Zo'n series of requests voor zo'n winactie. Even een veiling. En daarvoor kon je zeg maar voor een bepaald bedrag kon je een compilatie van je favoriete hardstop tracks door de hardstop pianist winnen. Dan ging hij ze voor je inspelen. Daar, op die manier heb ik die veiling gewonnen. Toen heb ik hem een bericht gestuurd online. En toen hebben we eigenlijk lang over muziek gepraat ook. Ik kwam over als een toffe kerel. Allebei hielden van pianomuziek. Dus op een gegeven moment heb ik gewoon out of the blue twee kaartjes gekocht voor een pianoconcert bij hem in de buurt. Ik zei, ga je mee? Gewoon mee is. Ja. Hij ging gewoon mee. Dus we hebben gewoon een gezellige dag gehad. Veel over muziek gesproken, veel over het leven gesproken. En ik merkte gewoon goede vibe en op een gegeven moment is het uitgebouwd en heb ik hem op een gegeven moment gevraagd van wat zou je ervan vinden om iets met de Radiate samen te doen. Ondanks dat hij de hardstop pianist is, wordt een keer de hardcore pianist, zei ik tegenwoordig. Okay. Ja, dat ging gewoon, ik heb hem toen een opzet gestuurd, ik werd wakker met een melodie in mijn hoofd. Maar dat weet ik nog wel, toen stuurde hij die video. Hij zegt maar op ja, piano. Ja, die is mooi hoor. Dat, die had uitgezet. Ja, ik had hem dan die opzet gestuurd gewoon met een heel basic piano deuntje. En hij zegt van, oh, ik heb al iets. En hij speelt hem zo echt fantastisch. Ja, die jongen kan zo goed piano spelen. Het is ook wel
hele toffe track geworden. Ook met de vocal van Diandra erop. Ja, Diandra is ook wel echt een vocalist waar ik heel veel respect voor heb. Die stem van haar is echt goed. Maar echt goed. Leuke meid ook. Ja, ook inderdaad. Ja, en het resultaat mag er wezen. Weet je, Rebel Heart, volgens mij zit er nu... Ja, de eerste track van ons ook. Eerste media track die de miljoen van de Spotify streams gehaald heeft. Ja, dus ik denk dat we daar gewoon echt trots op moeten. Ja. Top. Ja, zijn er inmiddels bijna? Ja, dan gaan we vandaag eens even kijken of we Jiski zover kunnen krijgen om de melodie van Forever Young op de piano te spelen. Ja, kijk wat hij dat wil. Hij is er altijd een beetje schuchter voor, hè, om dingen op de piano te spelen op commando. Ja, kom maar goed. Dus, we gaan het zien. Yes, we gaan hem ook de eindversie laten horen, want die heeft hij volgens mij nog niet gehoord. Let's go. The legacy of blood. Hardstyle muziek terechtgekomen toen ik na mijn conservatorium op een hardstyle festival was en ik zag daar een eindshow, dat was Defcon 2014 en ik zag die eindshow en ik dacht dit ziet er heel vet uit en ja, laat ik dat eens op de piano spelen, dacht ik, en zo is het eigenlijk gegaan. Toen heb ik een stuk gespeeld op de piano, dat heb ik op Instagram gepost en daarna kreeg ik allemaal positieve reacties van mensen die zeiden van, oh, dit is vet, dit moet je vaker gaan doen. En toen ben ik mijn YouTube kanaal begonnen als de hardstyle pianist. Hardcore heeft ook altijd een speciaal plekje gehad voor mij. Voordat ik op het conservatorium zat, toen ik een jaar of 14, 15, 16 was, was ik super fan van de oude hardcore, de Thunderdome CD's. En dat probeerde ik toen ook te maken op de computer. We hadden hele oude software toen, wat je Fast Tracker heette dat volgens mij. Dat was nog voor alle software die we nu hebben en ik wilde dat op de computer maken. En ik was gewoon heel erg fan van hardcore in die tijd. Daarna ben ik klassieke muziek gaan studeren, wat natuurlijk best een contrast is. En toen heeft dat een beetje op een laag pitje gezeten en daarna kwam ik in aanraking met hardstyle. Irradiate ken ik via Luke. Luke heb ik, dat is best een aantal jaren geleden, ontmoet. Hij heeft een aantal keren is hij bij mij geweest om... Toen hij nog net begon met hardcore maken, zijn melodieën te laten horen en dat op de piano te spelen. En op die manier heb ik hem af en toe geholpen met het maken van de melodieën. De samenwerking is tot stand gekomen omdat wij in die tijd eigenlijk altijd contact hebben gehouden, ook als vrienden. Ik zag dat Irradiate steeds populairder werd. Muzikaler ook en op die manier hebben we eigenlijk gezegd van laten we samen een nummer beginnen en dat is Rebel Heart geworden en dat was een groot succes, dus we zijn nu met de opvolger bezig, die hebben we inmiddels af en die heet Forever Young. Het idee van Forever Young is tot stand gekomen als het was een soort sequel van Rebel Heart. Dus we beginnen met een melodie, met een pianostukje. Daar verzinnen we een toplijn bij. Daar vragen we in dit geval Diandra voor. En op die manier komt alles bij elkaar en uiteindelijk wordt het een hardcore track. Het idee van Forever Young komt eigenlijk van het idee dat hoe oud je ook wordt als je ouder wordt, dat het gaat om hoe je je voelt van binnen. En ik denk dat de meeste, in ieder geval mannen, als ik van mannen kan spreken, dat wij eigenlijk altijd ook wel ergens... jongetjes blijven, zeg maar. Wat ik over Rebel Heart wil zeggen is dat het is een toffe combi met harde kicks, maar toch een muzikale en toch een beetje euforische melodie. En ik denk dat dit een nieuw genre is waar we steeds meer naartoe gaan. Dus wel harder, maar toch ook met een optimistische boodschap en maar toch ook lekker knallen en in een vlot tempo, 200 bpm. Ik vind dat Irradiate in de afgelopen jaren zich enorm heeft ontwikkeld.
zowel als act, als producer, als DJ. Ik denk dat het zeker een act is die je in de gaten moet houden. Mijn toekomstplannen zijn in principe gewoon doorgaan met het muziek maken. We hebben een enorme dip gehad met de corona. Maar wat je nu ziet is dat de mensen weer wat positiever worden. En over een paar maanden zullen we waarschijnlijk de festivals wel weer krijgen. Dat geeft ook alweer echt de motivatie om lekker muziek te maken. En weer op het podium te staan. Dus daar heb ik heel veel zin in. En in de tussentijd maak ik ook wel meerdere stijlen muziek. Dus ook, ik kom natuurlijk van de klassieke muziek. Ik maak pianomuziek, ik speel piano. En tussendoor werk ik graag met DJ's samen. The Legacy of Blood. Ja, het idee van Forever Young was natuurlijk om echt de opvolger te maken van Rebel Heart. Dus omdat het voor ons gevoel echt een hitje was. Echt, hij ging heel goed. Staat nu inmiddels op 1 miljoen streams op Spotify. We hadden het echt eigenlijk al een paar maanden na dat we die collab gehad hadden met Hardstyle Pianist. Hadden we al eigenlijk zoiets van we moeten gewoon een opvolger maken. En de liedje lag al klaar overigens. Ja, ik had al wat gemaakt. En dezelfde toonsoort ook als Rebel Heart. Ik vind het gewoon een waardige opvolger. Kijk, het pianostuk, maar ook gewoon weer de vocal van die andere. Ik denk dat dit gewoon... Gewoon magic. We zijn alweer aan het einde gekomen van de 3e aflevering. Volgende week komt Forever Young met de Hardstyle Pianist alweer uit. Vonden jullie deze video nou tof? Vergeet dan niet te liken en te subscriben. En dan zien we jullie snel. Ciao! Give it up.